In deze video gaan we even in op HTML. Hypertext Markup Language is eigenlijk een standaard markeertaal voor om webpagina's op te maken. Belangrijk is eigenlijk dat het leesbaar en schrijfbaar is door mens en machine. Nu, het is niet echt de bedoeling dat je als mens werkelijk die code schrijft. Ontwikkelaars zullen dat wel doen. Maar de gewone gebruiker gaat allerlei hulpmiddelen gebruiken om die webpagina's te schrijven. Maar belangrijk is dat het eigenlijk leesbaar is, dat het ook een open formaat is, dat geen specifieke software vereist om te lezen en dat het door een machine vlot kan geïnterpreteerd worden. Als je dat principe wat beter wil begrijpen, kijk dan naar de video The Machine is Using Us. Een video die je op YouTube vindt in een aantal versies, hier de final version. Maar een erg populaire en goede introductie in wat hypertekst en wat HTML eigenlijk is. Nu, HTML is de standaardtaal van het World Wide Web. Misschien even vermelden dat het World Wide Web door Tim Berners-Lee en een team is uitgedacht in het CERN, in 1991. Nu, hypertext, dat idee van hypertext komt van een literatuurwetenschapper, Ted Nelson, en bestond al sinds 1965. Er verscheen dan vrij snel een eerste browser van het National Center for Supercomputing Applications. Dat was de Mosaic browser. De programmeurs daarvan zijn eigenlijk uiteindelijk op Internet Explorer gaan werken. Maar het internet is populair geworden, vooral dankzij de Netscape-browser, die eigenlijk aan de basis ligt van het huidige Firefox. En zoals u weet zijn er later andere browsers gekomen, zoals Chrome en Safari. Het is misschien handig om te weten dat Tim Berners-Lee het web heeft ontwikkeld op een Next Station, dat was een innovatieve Unix-computer die over een X-Windows-omgeving beschikte, die je hier ziet. In de faculteit Letteren hadden we in het Centrum voor Computerlinguïstiek ook zo'n Next Station in die periode. En de Next Computer is dan weer een ontwerp van Steve Jobs. Dat was een beetje als een zijsprong voor zijn activiteiten bij Apple heeft gelanceerd. Nu, een webpagina bestaat uit de HTML-code, dat is platte tekst in een tekstdocument. Daarnaast instructies voor de opmaak, en die kunnen zowel in dat HTML-document geïntegreerd zijn, als in een apart bestand, een stylesheet-bestand, worden opgeslagen. En dan afbeeldingen. Die afbeeldingen staan los van het HTML-document. Daar wordt vanuit het HTML-document naar verwezen. Maar de meeste browsers kunnen standaard een aantal types van afbeeldingen weergeven. Daarnaast gaat men in die HTML-pagina's ook vaak JavaScript integreren om allerlei aan de kant van de klant, dus bij de browser, een aantal acties op de webpagina mogelijk te maken. En daarnaast ook allerlei media inlassen in de webpagina. Meestal heeft men dan een aparte player nodig om die media correct weer te kunnen geven. Zoals een YouTube video. Met de nieuwe opmaaktaal HTML is het invoegen van media in HTML-pagina's sterk vereenvoudigd. Nu, schrijven voor het web is iets wat je meestal dus niet gaat doen rechtstreeks in de code. De hardcore ontwikkelaars gaan natuurlijk met een teksteditor, een plain teksteditor of een editor die een zekere WYSIWYG ondersteuning biedt, dergelijke HTML-pagina's maken. Maar de gewone gebruiker kan voor verschillende opties kiezen. Dus ofwel
open je een tekstverwerker en bewaar je je document als een HTML-bestand. De meeste tekstverwerkers kunnen dat, zoals Office, Word en dergelijke. Maar dan ga je vaak nogal complexe HTML krijgen. Een betere start is misschien met een blog te werken. Blogsoftware is eigenlijk erg eenvoudig, geeft u ook een soort WYSIWYG-omgeving om je webpagina te schrijven. En je hoeft daar eigenlijk niet te veel HTML-code voor te kennen om daarmee te beginnen. Nu, online gaan heel wat webpagina's semi-automatisch gegenereerd worden via scripts, die dan server-side gedraaid worden en die informatie samenbrengen of mashups maken met dat geheel. Nu, om het voor eindgebruikers, voor bedrijven en andere contexten, voor het onderwijs bijvoorbeeld, eenvoudig te maken om websites te beheren en webpagina's aan te maken, gaat men vaak een content management systeem gebruiken. Dat dan als een soort database alle inhoud van de pagina's gaat opslaan en op een automatische wijze de HTML-code gaat genereren. Een alternatief voor webpagina's in HTML is eigenlijk wikis gebruiken, zoals Wikipedia. Gebruikt dus eigenlijk een wiki-omgeving, dat is een iets andere syntax dan HTML. Het grootste verschil is dat bij een wiki elke betekenisvolle term op een webpagina automatisch naar een nieuwe wiki-pagina kan linken, terwijl je bij HTML die pagina's afzonderlijk steeds moet aanmaken vooraleer je de links tussen de pagina's kan leggen. En natuurlijk, in het professionele circuit zal men vaak een publishing suite gebruiken. Ik denk aan InDesign en andere, of Macro, Adobe Dreamweaver. Dat zijn eigenlijk softwares waarmee je professioneel kan gaan publiceren naar het web. Hier zie je zo'n voorbeeld van een blogpost in een WordPress-omgeving. Dus op wordpress.com kan je heel makkelijk een eigen blog beginnen. En dan kan je eigenlijk, net zoals in een Word-omgeving, vrij eenvoudige posts gaan maken en gaandeweg wat layout-elementen leren daaraan toevoegen. Dus zeer gebruiksvriendelijk om te starten met HTML. Hier zie je een omgeving die meer voor professionele websites bedoeld is, de Plone-omgeving, het content management systeem dat KU Leuven gebruikt om zijn webpagina's te genereren. Laat heel veel controle toe en laat ook een soort workflow toe waarbij een medewerker een pagina kan starten en dan een redacteur die pagina online kan gaan brengen. Hier zie je dan weer een wiki met die wat verschillende syntax. Hier is echt een mengeling aan de hand, omdat je sommige dingen zijn duidelijk HTML-code, maar dan zie je ook stukken wiki-code, zie je, die hier voor de opbouw van de pagina zorgen. Hier is gebruik gemaakt van MediaWiki, hè, dus dezelfde software waarbij Wikipedia gemaakt wordt. Wanneer we naar een editor gaan kijken, hier heb je Notepad++, zeer handige editor die je best installeert op je pc. Je kan dat onder Windows vlot terugvinden, Notepad++. En dan geeft die kleuraanduidingen als je met je HTML pagina bezig bent. Dat is een goede manier om met een coder te werken. Hier een voorbeeld van een Word-document, de cursustekst voor informatiekunde die ik even in Word bewaard heb als HTML. Dan krijg je een wat minder frivole layout. Maar, jammer genoeg, krijg je onderin, wanneer je naar de HTML-code gaat kijken, toch wel heel complexe code. De huidige standaarden van HTML zijn de standaard XHTML 1.1, dus de meest courante standaard nu.
en de opkomende HTML5-standaard die vooral tot doel heeft om allerlei nieuwe devices met verschillende schermformaten zoals de tablets en de smartphones vlot te kunnen bedienen. HTML5 gaat ook heel wat makkelijker updaten, dus editing mogelijk maken. Maakt het mogelijk vlot bestanden op een webserver te droppen. Maakt het ook mogelijk om video en media seamless in je webpagina te integreren. En het is allemaal erg responsief, dus het past zich aan de grootte van je scherm.